Dag dames en heren, en eerst en vooral wil ik u alvast namens het voltallige Noodweer Benelux team een zalig kerstfeest toewensen. Hopelijk hebt u ervan genoten van de dagen of van de uren bij uw vrienden of familie gezellig aan de feesttafel zitten. Dat was dit jaar zonder sneeuw. Ja, kijk, het was nu zo. Hopelijk hebben we volgend jaar meer geluk nu voor de vroege vogels. Was er wel zo die rijp op de grasvelden en op de daken, toch als u in België woont? Want ja, het heeft licht gevroren, ja, want de mensen boven Nederland zitten nog steeds toegedekt onder dat wolkenpakket, vooral onder lage wolken. En die verhinderen dus de afkoeling en dus ook de vorming van die rijp. Dus vandaar toch wel een tweedeling hoor, nog steeds die wolken in het noorden vanavond, de opklaringen in het zuiden. En na middernacht gaan die wolken iets meer naar het noorden trekken, dus ook Zuid-Nederland zullen dan wat opklaringen te zien krijgen. En de minima, ja, dat is duidelijk toch waar de opklaringen zitten. Hij ligt negatief boven België, 0 tot min 4 graden vannacht. Ook boven Zuid-Nederland rond het vriespunt en in de bewolking is het uiteraard allemaal positief wat de minima betreft, met een plus 2 tot plus 6 graden vannacht. En dan morgen veel zon boven België, maar het gaat niet zo lang duren eer de bewolking zal komen opzetten. Dus stilaan meer wolken vanaf het noordwesten. De bewolking in Noord- en Midden-Nederland blijft gewoon hangen morgen, dus daar ja, waarschijnlijk geen verbetering. En na de middag is het dan toch overal ongeveer zo wat ja, bewolkter geworden. Nu, het zal waarschijnlijk een tijd duren voordat dat in de Ardennen het geval zal zijn, dus daar waarschijnlijk toch wel nog wat opklaringen ook na de middag. En de temperaturen morgen zijn normaal met een 4, 5, 6, lokaal 7 graden in Noord-Nederland. En daarna wel op vrijdag opnieuw veel bewolking met hier en daar een druppje regen. Misschien dat er nog een streepje zon tevoorschijn komt, dat is mogelijk. Beste papieren zijn voor de Ardennen, voor het zuiden van België. Daar is er meer zon. 3 graden daar, elders een 4 tot 9 graden. Zaterdag veel wolken, hier en daar opnieuw, dus die ja, drupje regen die naar beneden kan vallen, maar die hoeveelheden blijven echt wel zeer beperkt. Ja, verder is het dus nog steeds overwegend droog bij een 4 tot 9 graden en opklaring is uiteraard ook nog steeds mogelijk. Zondag toch wat meer een tweedeling. Het oosten veel wolken met daar ook een drupje regen, maar het gaat dan echt wel om wat meer gestructureerde neerslag. Dus het kan echt wel misschien spreken van wat lichte regen. In het westen is het dan droger met dus ja, opnieuw kans op een paar opklaringen, maar nog steeds de nodige wolkenvelden bij een graad of 10. Dus opnieuw dubbele cijfers. En als we kijken naar de overgang van oud naar nieuw, wel ja, lijkt waarschijnlijk vrij vlekkeloos te verlopen met weinig kansen op vorst of storm. Dus op zich ziet dat er niet slecht uit. En dan de eerste dagen van het nieuwe jaar is op dit moment een beetje koffiedik kijken. Want ja, u ziet het duidelijk aan de spreiding. Het kan letterlijk vriezen of het kan letterlijk dooien. Dus dat spreekwoord kan u toch echt wel letterlijk gaan interpreteren. Ziezo, dat was het voor vanavond. Ik zou zeggen, ik wens je nog een heel fijne woensdagavond toe. Geniet nog van de laatste feestdagen. Ja, ik zou zeggen, hou het veilig. Zaterdag zijn we weer terug met een nieuw weerbericht. Het allerlaatste weerbericht van 2018. Dus ik zou zeggen, heel graag. Tot dan. Dag.